De Kitikoti-maand is afgelopen zaterdag ingeluid middels het planten van een bredebongboom op het terrein van de Surinaamse waterleidingmaatschappij NV. Suriname herdenkt op 1 juli 2023 160 jaar afschaffing van de slavernij. De boom is geplant door SWM-directeur Clifton Linga en Johan Rozer, voorzitter Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden en Enkele Kinderen. Volgens Rozer is er voor de bredebong gekozen omdat het een van de voedingsmiddelen was van de tot slaaf gemaakten in de periode van de slavernij. Maar we dachten dus ook dat het goed zou zijn om middels het planten van een boom dan in symbolische zin de herdenking te beginnen. Het staat voor groei, het staat voor zuiverheid, maar het staat ook voor een stukje toekomst en zekerheid. Dat is de betekenis die we geven aan het planten van een bredebongboom vandaag. En waarom deze locatie? Omdat het de omgeving is van Willem Campagne. Willem Campagne heeft ook ontzettend veel bijgedragen aan onder andere de ontwikkeling van Tsranang. Maar daarnaast heeft hij ook kinderen van de omgeving gestimuleerd om te zwemmen. Hij is mede commissielid geweest van wat nu Stichting Parima is. En hier is ook Poelenpandje. Hier was de brug voor overslag. De connectie tussen het binnenland en stad. Dus het leek ons een mooie plek om de activiteit in het kader van 160 jaar formele afschaffing slavernij te beginnen. Rozer gaat ook in op de gehouden lezing die na het planten van de boom plaatsvond. SWM-directeur Linga zegt dat het bedrijf het een bijzondere eer vindt dat het comité deze plek heeft gekozen om de start van de Kitikoti-maand te herdenken. We gaan kijken naar kracht, veerkracht en tegenkracht. Wat zijn de dingen die Afro-Surinamers moeten overwinnen? Welke krachten werken naar binnen? Welke krachten werken van binnenuit naar buiten? En welke krachten werken op de situatie van de Afro-Surinamers? Is er reflectie? En we zijn in een fase waarbij we zoveel mogelijk binnenhalen. Informatie, gevoelens en gedachten. Die leven over waarom het voor delen van de Surinaamse samenleving, met name de nazaten van de tot slaaf gemaakte. En dat symboliseert ook leven, water is leven. En er is een bekende Bijbeltekst die zegt, een boom die aan waterstromen geplant zijn, gaat vruchten dragen. Dus ik zou zeggen, wat is het te feliciteren? En ja, we gaan door. De komende periode zijn verschillende activiteiten gepland in stad en district. Met al deze activiteiten willen we een stuk bewustwording brengen onder Afro-Surinamers, met als grootste doel de dag van morgen beter moet worden, aldus Rozer.